Dat was Rogier van Otterlo met Soldaat van Oranje, wat in 1977 gaat verschijnen. Deze week heb ik een game gespeeld. Civilization 6 Rise and Fall. Leuk spel. Huh, wat is een game dan nou weer? En dat ben je bedenken aan het nieuwe deel van ons hoorspel. Jazeker, ons hoorspel. De Perikelen van koningin Wilhelmina. Wat gaat ze deze keer beleven? We gaan met z'n allen op avontuur. U hoort het hier. Landgenoten, met weemoed kijk ik terug op mijn tijd in ons mooi Nederland. En hoewel ik in persoon niet bij u ben, ben ik dat des te meer in geest. De kou zal u tot wanhoop drijven, maar wanhoop niet oneindig. Want de tijd is nabij dat we... De tijd is nabij dat we... Ik kom er niet doorheen. De tijd is nabij dat we... Lakei! Lakei! Wat is het dat u wenst, majesteit? Is er nog nieuws van het front? Weinig goeds, majesteit. Die klootzakken laten het volk verhongeren. We zouden de dijken moeten doorbreken. Laat de polders vollopen en de moffen verdrinken. Ik moet ontspannen. Laat de hofnar komen. Maar natuurlijk, majesteit. Hofnar Tomberius. Mijn hoofd zit te vol en het lukt mij niet om deze toespraak voor Radio Oranje af te krijgen. Vermaak mij. Jawel, sire. Laat mij u vermaken met een dans. Of met een mop. Een Belg, een Nederlander en een Duitser lopen in de kroeg. Een goed moment om grappen te maken met Duitsers is het niet. Maar dat maakt niet uit. Ik weet wat we moeten doen. Lakei. Jawel, majesteit. Lakei, roep ons schip de 7 provincie op. We gaan terug naar Holland. En onthoofd de hofnar, alstublieft. Maar natuurlijk, majesteit. Nee, wacht! Lakei! Majesteit, we zullen aan land komen in Friesland. Hoe lang gaat de reis nog duren? Ongeveer 10 minuten. Wat vreselijk lang. Ik wil vermaakt worden. Haal de nieuwe hofnar. Jawel, sire. Laat mij u vermaken met een dans. Of met een mop. Een Belg, een Nederlander en een Duitser lopen in de kroeg. Land ahoy! Plech, eindelijk. Lakei, brengt u mijn kaplaarzen en gooi de hofnar overboord. Natuurlijk, majesteit. Ja, maar wacht, nee! Welkom in Friesland, majesteit. De plek waar het polderleven tot zijn recht komt. Wat zijn dat? Wat bedoelt u, majesteit? Die grote ventilatoren. Dat zijn molens, majesteit. Zo ontpolderen we het land. Hallo, majesteit. En wat is dat? En dat is een boer. Boer Herman, om precies te zijn. Hij weet alles van dit gebied. En wat doet een boer dan? Ach, die verbouwen het land om het volk te voeden en ze scheren de schapen voor de wol. Wol? Dat is het bond voor het volk. Ugh. Drink maar van de melk van de schapen, hoor, majesteit. Bah, dit lijkt mij een mooie plek om de rivier in te laten stromen. Maar dat gaat niet, hoor, koningin. De vijand die zit hier niet eens. Lakei, laat dit land volstromen en de boer hier staan. Oh, wat leuk. En ik zie daar nog een stukje om te ontpolderen. En daar, en daar is ruimte vrij. Excuses, majesteit, maar uw beurt is voorbij. Ja, nu zijn wij aan die beurt, ja. Ik verveel mij een beetje. Laat die hof nog komen, ja.